Hoe vond je het gaan, man? Ik vond het goed gaan, man. Ik opbouwend kijken en de derde ronde ging ook het warm. Wat is je plan voor een KO te gaan? De KO die komt altijd, zeg ik. Ik doe gewoon mijn ding en ik hoop dat hij valt. Ik sloeg hem één keer aan, jaagde ik er een beetje op, maar het is hem niet geworden, helaas. Ik heb nog even, nog voor een klein beetje, heb ik nog iets voor jou. Als is kalla, Martijn! Je weet het zelf. Heb ik nog iets kleins voor je, grap. Ik had je nog beloofd. Even kijken. Ja, broer. Ja, man. Wat wil je erop zeggen? Ik heb respect voor je, want elke keer die uitdagingen, het was... Ik heb respect dat je erop reageert en ik vecht graag tegen je, man. En doe je best om een KO te slaan, zou ik zeggen. Boeis. Binnenkort zien we jou ook voorbij komen bij Warriors TV. En geniet van je winst. Dankjewel, man. En good luck in de rest. Zie je dan, man. Ja, man. Oes. Oes. Oké, ik heb nog één boodschap. Ja, of iemand anders heeft een boodschap voor je. Ik ga even luisteren. Typhoon. Nou, mijn boodschap naar Typhoon, je bent een geldwolf. Ik vecht niet voor geld. En je hebt gewonnen van mij in het toernooi nadat ik een zware pot had. En jij weer natuurlijk heel makkelijk gewonnen voor Larkoubi. Hierbij, jongen, ik ben geen Andy Sauer. Ik ben niet wie je denkt. Ga trainen en kom vechten als een man. Wacht,